Het is 5 december 2022 en ik sta hier al in alle vroegte bij de Maas in Kuik. En nou ja, Frans Bus, wat doe jij zo vroeg hier? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben namelijk voorzitter van de Stichting Voetveer Zelderust. En ik werd vorige week gebeld door Sinterklaas. Sinterklaas, de echte? De echte Sinterklaas. Hij wou naar Sint-Tarita, naar de Jenaplanschool. Maar in Spanje is zijn stoomboot gezonken. Ja, dat hebben wij allemaal gezien op televisie, hè? Dat was te zien op televisie. En nou had een andere stoomboot, maar die is te groot, die ligt te diep. Die kan niet in Sint-Tarita komen. Dat is de stoomboot waar Sinterklaas al een keer mee naar Kuik is gekomen? Ja, daar is hij mee naar Kuik gekomen, maar dan moesten we hem verplaatsen, want hij kan niet verder varen. Zodat wij dezelfde rust ingezet hebben om Sinterklaas naar Sint-Tarita te varen. Oké. Frans, de Zelderust, wat is dat precies? Dat is een voetveertje, van dat is gebouwd in 1947, wat wij dus hier in Kuik hebben. Waar we zeer trots op zijn, op zo'n monument. En Sinterklaas vond het wel leuk als wij dat voor hem zouden doen. Om dat in te zetten. Heb ik gezegd, oké, Sinterklaas, ik zal mijn kapitein Frank vragen of dat hij bereid is om met de boot te komen. Nou, hij doet het, hij komt. Maar Sinterklaas zelf heeft gezegd, hij heeft een stuurpiet bij hem. Die eigenlijk altijd de stoomboot stuurt en die zal de boot naar Sint-Tarita sturen. Oh, dat is nog een kunst apart dan, of ja, niet? Ja, dat moet nog even bekeken worden of dat allemaal wel lukt. Hè? Ja. Want hij is gewend een grote boot, maar niet zo'n klein bootje natuurlijk. Ja. Hè? Zo meteen moet hij hier langskomen en dan gaat hij naar Sint-Tarita. Daar gaat hij van de steiger, van de boot af op de steiger. En daar gaat hij dan richting de school, de Jenaplanschool, om daar de kindertjes in Sint-Tarita te bezoeken. Zo, en Sinterklaas heeft de druk vandaag, want hij gaat dus naar Sint-Tarita. En ik heb begrepen, van daaruit gaat hij met de brandweerwagen weer naar de regenboog in Kuik. Ja, hij heeft een hele drukke dag vandaag. Want het is de laatste dag dat hij hier is. Hè? Ja. Morgen vertrekt hij weer terug naar Spanje. Ja, ja, dan is het afgelopen. Hè? Dan moet je weer een jaar wachten. Geschreven aan Sinterklaas, heb hem om iets bijzonders gevraagd. Niet voor mezelf, maar voor twee deuren hiernaast, want mijn beste vriendin die woont daar. Al is het rood, geel, groot of klein, één voor haar, één voor mij, we kunnen de cadeautjes samen delen. Zoveel snoep, goed, pepernoot, alle pakjes in de boot. Bedankt dat we even gebruik konden maken van uw bootje. Graag gedaan. Ja. Oh,
hard voor u gezongen. We dachten even dat u door ging varen. Ja. We waren even bang. We waren even de weg kwijt. Ja, maar gelukkig, de kinderen riepen hard, hè? Ja, ja. Dus u kon de weg vinden. Ja, ja. Fijn. Ja, blij dat wij nou al die jaren weer hier kunnen zijn. Ja. Ja. Dat ik hier in Sint-Agata kan komen. Een paar jaar was het wat moeilijker in verband met corona, maar weer heerlijk vanmorgen met de boot. Wat was dat weer lekker voor mij. Heerlijk in Sint-Agata aanleggen met het pontje. Ja, u ziet het, Sinterklaas is weer aangekomen. Nou ja, in het land en op vele scholen. Heel veel plekken gaat hij vandaag aan. Nu is hij nog even bij de Lindenkring in Sint-Agata. Maar hij gaat ook zometeen naar de regenboog in Kuik. En natuurlijk naar allerlei andere scholen. In Kuik, in Mil, in Beers, in Graven. Werkelijk overal. En wij van Wijk TV De Valuwe wensen u natuurlijk een hele leuke en gezellige, prettige Sinterklaasavond. Dag, ik ga mijn cadeautjes uitpakken.